Danny, gefeliciteerd. Dankjewel. Purple Mind, 20 jaar. Jazeker, 20 jaar alweer. Ja, en dat vieren jullie hier op de Varia. Jazeker, dat leek ons wel leuk. Want we zijn ook een beetje begonnen op de Dennis Varia. Vertel eens. Nou ja, 1998, toen bezonden we net een jaartje ongeveer. Toen hadden we maar liefst 3 optredens tijdens Dennis Varia. En nou, dat begon bij het Centrum. En volgens mij hadden we nog eentje in de Vitus. En volgens mij nog eentje, dat heette toen Rechtop of zo. Of... Oh, Ariska, oh, ook gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, maar jullie zijn toch eigenlijk de boegbeelden van de band Purple Mind. Nou ja, we zingen in ieder geval wel. Vaak valt de zang het meest op, hè. Maar zeker niet het belangrijkste. Je moet het samen doen. Ja, maar dat begrijp ik. Maar ja, voor 20 jaar geleden zijn jullie begonnen met de Varia, begrijp ik al. En hoe ging het toen verder? Hoe ging het toen verder? Nou, eigenlijk via. Een kaartje uitdelen, is een tentfeest hier, een pleinfeest daar. En ja, vanuit enthousiasme van het publiek eigenlijk. Welk optreden is je zo in de laatste jaren het meest bijgebleven? Nou, ik vind het nu heel leuk om hier te spelen. En Dedemsvaart natuurlijk is ook altijd heel mooi. Een mooie plek om te staan. En nou, een van de wildste feesten was altijd wel Moby Dick. Dat was een tentfeest en dat eerste nummer gooiden ze al met bier en er was meteen geen dak eraf. Dat was ook wel echt een heel bijzonder tentfeest. En we zijn ooit... Broek was ook leuk. En Poepenpop was ooit in Duitsland. Oh, dat was ook... Poepenpop. Ja, dat was heel geweldig. Een Nederlands feestje in Duitsland. Ja, en motorclubs zijn ook altijd geweldig. Nou, jullie zijn begonnen op de Zeven Linden. Jullie zijn ontstaan uit de schoolband. Ja. Maar waren jullie de eerste schoolband op de Zeven Linden? Nee, langer niet. Okay. Nee, dan moet je Harry vragen. Waar is Harry? Oh, Harry. Harry, kijk eens. Harry. Harry was de keertje. Oh, wacht even. En hij was de oprichter van alle schoolbands. Dus hij weet... Harry, hij vraagt welke schoolband was als eerste. Weet je dat nog? De eerste schoolband? Ja, er was een leraar toen, die heette Nico Vos. Dat was de eerste muziekleraar bij ons op school toen. Ah, en toen is het bandje begonnen. En ik was conciërge daar natuurlijk. En, praat ik dan over de jaren 80, 90? Ja, zoiets. Jaren 80. Lang geleden? Ja, heel lang geleden. En hij was een keertje aan het oefenen. Ik was in het lokaal bezig waar hij ook was. En hij was met zijn gitaar bezig. En toen zei ik van, mag ik ook een stukje spelen? Ja, jawel, zegt hij. En daar speelde ik dan ook een stukje voor. En nou, toen zei hij, als je wilt... Mag je ook mee helpen met de schoolband? En nou, dat vond ik wel leuk. En zo is het eigenlijk begonnen. Oké. Okay. Maar dus op de Zeven Linden zijn dus meerdere schoolbanden geweest? Ja, heel veel. Want iedere keer als de leerlingen weer in de vierde klas gezeten hadden, ja, dan gingen ze weer van school af, hè, met hun diploma. En dan moesten we weer half overnieuw beginnen. Alleen de jongere muzikanten die gingen dan wel meedoen natuurlijk. Maar die ouderen gingen allemaal weg. Dus moest je een beetje weer overnieuw beginnen. Ja, maar mag ik nou zeggen, Henny, dat jullie als Purple Mind gewoon van school af zijn gegaan en toen verder zijn gegaan als band? Ja, we hebben wel even een nieuwe naam bedacht. Waar, de schoolband heette Lime Tree. Okay. Lindeboom. Ja. Ik weet niet of die nog zo heet, denk ik niet. Zeven maar... Linden natuurlijk. Ja, Lindeboom, Zeven Linden, ja. Lime Tree. Maar toen wij van school af gingen, toen gingen wij bij Bastiaan in de kelder oefenen. Gingen we op de fiets van Auto Averees naar Lutten met de gitaar op de rug. En een keyboard. En een keyboard gingen we 17 kilometer heen en 17 kilometer terug om te oefenen. De gitaar ging eerst niet eens mee, want er was alleen maar een keyboard en een drumstel. Zo zijn we begonnen. De gitaar kwam pas later. Jullie zijn echt de diehards. En er zijn ook echt kinderen ontstaan uit die band. Ja, want Henny, of nee, Ariska, laat ik bij jou beginnen. Jij bent getrouwd of je woont samen met de... Ja, ik ben getrouwd met Martijn, de gitarist van de band. Ja. We hebben 2 kinderen inderdaad. Ja. En Henny? Ja, ik ben nog niet getrouwd, nog steeds niet. Maar we zijn al wel... langer dan 20 jaar samen. Maar wij zijn dus niet getrouwd, maar we hebben wel 1 kind en het volgende is onderweg. Hartelijk gefeliciteerd. De bassist, Thomas de bassist. Ja, met Thomas de bassist. Ja. Maar wie zit er nog meer bij de band? Richard, onze drummer. Die zitten toch ook alweer 15, 16 jaar bij? Ja, maar dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Want, 17 jaar zelfs al. Ja, want de samenstelling hoe die nou is, zo is die dus niet altijd geweest. Nee, Bastiaan was als eerst 3 jaar. Die is er daar. Ja. Die was er eerst 3 jaar en toen kwam Richard, onze drummer, die er nu is. Dus jullie zijn eigenlijk al heel lang gewoon in deze samenstelling samen. Ja, we hebben nog tussentijd nog een keer een bassist gewisseld. Toen is onze bassist Thomas is nog toetsen gaan doen.
Maar toen wij van school afgingen, waren we natuurlijk haastig op zoek naar een gitarist. En dat is Martijn geworden. Ja. Dus eigenlijk is het nog gewoon dezelfde samenstelling. Behalve de, ja, ja, de eerste drie jaar. Ja. De eerste drie jaar hadden we Bastian als drummer. Een heel verhaal. Heel verhaal. We zijn eigenlijk al 17 jaar in deze samenstelling. Oh, hartstikke mooi. En nu op de Varia, het 20-jarig jubileum. Van harte gefeliciteerd. Ja, we hopen natuurlijk dat er nog vele optredens komen hier in Derdersvaart. Daar gaan we wel vanuit. Check even de site www.purplemind.nl of ga even naar Facebook en like ons. Ja. Heel veel plezier vandaag. Dankjewel. Bye.